Ze hebben ook een hart om van te, ja, om te leven. Net zoals wij, wij leven hier ook. In Bresand staat het enige visopvangcentrum van Noord-Holland. In zijn bovenwoning vangt Steven Goedhart al 10 jaar afgedankte vissen op. Ik heb vissenvoer bij me. Het is gewoon tijd om te eten. Ik begon met een goudvisje en daarna met guppies. En zo breid je eigenlijk uit. Een goudvis is een heel makkelijk visje. Dus die houden mensen sneller als dat je een tropenbak opstaat. En zoals deze allergreten, ja, mensen voeren hem. En dan wordt hij vanzelf groot. Dit zijn ook de allergretes die in de winkel ook zo worden verkocht. En er wordt dan niet bij verteld dat ze heel groot worden. Ja, wordt het te groot voor je bak en dan komen ze hier terecht op een gegeven ogenblik. Deze komen bij mensen vandaan die er te veel van hadden. En dit zijn platies. Vissen worden gedumpt in de wc. Dan komen ze in het riool. Dat vind ik zielig. Als je ze gewoon naar een opvang brengt, die kan ze weer herplaatsen. Ja, krijg je er allemaal bij. Complete bakken met schepnetten. Dat zijn flinke jongens. Ja, dit zijn pauwogen. Het belangrijkste voor de vissen hier, dat ze een goed huis krijgen. Vanuit hier kunnen ze naar een ander huisje. Waar ze uit, oud en misschien wel doodgaan.